Ik denk aan al die patiënten op de wachtlijst. En dat is waarom ik zo ontzettend blij ben dat we hier een meerderheid hebben gehaald. En ik zal met heel veel plezier ook in de Eerste Kamer proberen met argumenten de senatoren te overtuigen om voor deze wetswijziging te stemmen. En ik hoop, voorzitter, misschien kunt u nog een beetje van steun zijn om te zorgen dat dat snel kan gebeuren. Dank u.